vertel over Lopke. Ja, ik kwam er net met Lopke en die voer die bijna de haven binnen. En toen zat ze nog even te klussen aan het roer. Krijgt haar vinger ertussen. En ja, bloed. Shit. Bloed, zweet en tranen. Bloed, zweet en tranen. En Lopke die wil natuurlijk meteen door naar jullie. Maar toen kwam de coach eraan en die zei, we gaan eerst naar het ziekenhuis. Dus die heeft haar tegengehouden. Lopke, die had echt even een traan op haar wang. Want die zei, ik wil gewoon door, maar eerst naar het ziekenhuis. Kan ik me voorstellen, ik hoop daarmee dat de Olympische droom niet in duigen valt. Nee, zo groot was het zeker niet. Het is meer dat je zeker wil zijn. En Lopke heeft de afgelopen 10 jaar er zoveel voor opzij gezet. Dus die wil ook alles ervoor doen. En niet... Niet afhaken nu? Niet afhaken, nee. Bidian, jij weet alles als het gaat om Olympische Spelen. Want voor jou gaat ook Londen binnenkort een droom in vervulling, denk ik. Exact. De vorige Olympische Spelen was in China. Deze keer in Londen. We gaan met 7 teams gaan we daarheen van Nederland. Ik doe in de Finn mee. De zware klasse. En ik heb heel veel zin in. Er zit heel veel jeugd. De jeugd die heeft de afgelopen week veel clinics gedaan in de haven. Ze zijn ook naar de voorhoeve geweest. Vertel deze jeugd dus wat je ervoor moet doen om dit te bereiken wat je nu bereikt hebt. Ja, dat is een lange weg. Maar ten eerste, toen ik ook jeugd was, belangrijk is plezier. En als je jeugd bent, dan merk je, dan speel je. Dan is het belangrijk dat je weet wat je leuk vindt. En dat je er plezier in houdt. En van daaruit, dan ga je trainen. En trainen, kritisch op jezelf zijn en doorgaan en dan stap voor stap dan groei je naar het level toe. Maar altijd plezier blijven houden, ook op deze leeftijd? Ook op deze leeftijd, ja. Goed, als we nou eens kijken naar de Olympische Spelen die eraan zitten komen. Afgelopen week heb je bewust je ingehouden, heb ik begrepen, om daarmee je tegenstanders een beetje zand in de ogen te strooien. Want je bent waarschijnlijk een van de titelkandidaten. Ja, afgelopen WK, dat ging goed, was ik tweede op 1 puntje van nummer 1. Had ik eigenlijk willen winnen, maar ook in de sport heb je soms tegenslagen en dan moet je even doorgaan. Het gaat heel goed, ik maak kans op een medaille. We gaan ervoor. Dat geldt ook voor Lisa, samen met Lopke, 74. Zij waren derde het afgelopen WK in Barcelona. Als je nou kijkt naar de groep die naar Londen gaat, grote medaillekansen neem ik voor de hele club. Ja, we hebben een heel sterk team. En maak even vergelijking met voetbal. We gaan niet schreeuwen dat we Europees kampioen worden. We gaan niet schreeuwen dat we wereldkampioen worden. Nee, we doen wat we hebben getraind. En we doen het zo goed mogelijk. Maar het zijn allemaal kanshebbers. Ja. Nu weet ik dat het ongeluk brengt als je zegt dat je voor goud gaat. Dus dat gaan we het ook niet laten zeggen. Ja. Want dan roep je het over je af. Je hebt een nieuwe boot. Daar heb je deze week... is dit de boot? De allernieuwste, Jan Nieuwenboot. Dit is de boot van Lisa en Lopke. Ja. Dus Lisa die ging hier de haven binnen. Ja. Lopke ging hier de haven binnen. En dus dit is de 74, Nederland 11. En die is helemaal getuned voor de Olympische Spelen. Oh, dus dat is wel een prijswinnende boot die op ligt. Ja, ja. Goed, we gaan als je nog even tijd hebt om een meet and greet. Want er zijn een paar kinderen die hebben een ontmoeting gewonnen met Lopke. Ze mogen het nu met jou doen. En ik denk, ze gaan niet naar het ziekenhuis. Die kinderen? Oh, als jij hier een ziekenauto regelt en vervoer, dan willen ze ook naar het ziekenhuis. Maar ik denk dat Lopke daar niet op zit te wachten op dit moment.